Ja, hallo Parkstad. Ik ben een landgraaf bij Op de Biest. Daar loop ik nu naartoe. En we gaan daar kerststukjes maken. Ik ben al helemaal in de kerstsfeer. Ik heb er zo'n zin in. 2014, leuk afsluiten. Gezellig onder elkaar. Nou, we gaan eens even naar binnen hoor. Zoals ik net al zei, was ik de gast bij Op de Bies. Samen met cliënten van Radar, Mondriaan en de bewoners van de wijk kwamen de mooiste creaties tot leven. Het was ongelooflijk leuk en gezellig om samen met elkaar een kerststukje te maken. Want uiteindelijk gaat het er niet om wie het allermooiste stukje heeft, maar vooral dat we leuk, gezellig samen bezig zijn. Onder leiding van kunstenares Saskia Webbers kreeg iedereen uitgelegd hoe we moesten beginnen. Ik ben de trajectbegeleidster van het wijkteam van Landgraaf, van het vakteam moet ik zeggen, van Mondriaan. En we zijn een samenwerking aangegaan met verschillende organisaties vanuit Mondriaan, samen met Radar, samen met Welsen, de buurt dus. En we hebben nu een activiteit georganiseerd bij de locatie Op de Bies. En daar zijn we nu aan de slag. Dus vanuit kennis maken, vanuit verschillende groepen en contact leggen en... om zo de mensen te begeleiden naar de wijk toe. En de mensen uit de buurt zijn ook heel enthousiast. Die hebben al allemaal ideeën voor volgende activiteiten. En ja, het is een groot succes. Jullie hebben net het voorbeeld gezien, hè? Ja. Maar ik zie, jij hebt ze niet met elkaar gebonden, hè? Nee, ik doe creatief, hè. Ja. Ik doe wat ik zelf zin in heb en wat ik zelf leuk vind. Zie je, maal ik me dat hout er hier vanaf, van die takjes, en dan snij ik me dat en dan steek ik dat zo ertussen. Dat hadden hun ook niet. Nee. Dus ik bedenk ter plekke wat. Ja, ja, dat hebben we allemaal wel anders, hè? Ja, precies. Ja. Ja. En heb je nog tips voor mij? Want ik ga ook zo... Ga je ook zo wat maken? Ja. Dan pak je een bakje en dan begin je met het groen. Of je begint met takjes. Je begint heel anders. Je mag alleen maar takjes. En dan heel dun dat groen. Dan krijg je weer wat anders. En heb je nou hierdoor ook een kerstgevoel dan? Ja. Ja. Heb je zin in de kerst? Ja. Ik hou veel van de kerst en van Pasen en de zomer. Dat vind ik allemaal leuk. Ja. In de zomer is het ook wat lekker warmer, hè? Ja. Ja. Maar wat ga je er nog allemaal in hangen? Weet je dat? De kerstballetjes volgens mij. Ja, kerstballetjes. Ja. Nog meer kerst weer, hè? Ja. En straks neem je het mee, zet je het ergens? Of is het voor iemand? Nee, dat is voor iemand. Ja? Ja. Dus dat, geef je het weg als kerstgedachte aan iemand? Ja. Ja. Mag ik vragen aan wie? Nee, dat is nog geheim. Dat is geheim. Oh, dan verklappen we niks. Ja. Dan hoop ik dat het een hele grote verrassing wordt. Ja. Ook was er uiteraard tijd om wat lekkere kerststol te eten en wat koffie te drinken. Kom je nou eigenlijk voor de kerststukjes of voor de koffie dan? Nou, we komen eigenlijk voor de gezelligheid, voor die koffie te drinken. En dat kerststukje maken, dat doen we dan erbij. Ja. Ja, en maar als... een kopje koffie en gezellig samen bezig zijn, ja. Dat is belangrijk. Eigenlijk het kerstgevoel. Ja. Hallo Bert, je zit aan de koffie en aan de koek, hè? Ja, klopt. Lekker, hè? Ja, klopt. Ja. En het kerststukje, hoe is het daarmee afgelopen? Dat heb ik heel mooi gemaakt. Ja, dat vind ik ook, ja. Ja, ja klopt. Ja. Want ik moet nog beginnen. Hè? Ik moet nog beginnen, ik ga er zo meteen ook in maken. Maar ik weet niet, ja, heb je tips voor me misschien? Ja, mega. Insteken. Ja, klopt. Ja. Dus ik moet 3 van die takjes en 10 van deze en dan... Zo omhoog. Ja. Eerst die hele lange, die grote. En dan... Ja, ja, klopt. Ja, en dan die 10 van die. Die moet naar onder. Ja. Dat klopt. Oké, hey, Bert, bedankt voor de tip. Ik ga beginnen. Ik ga eens beginnen met een kerststukje maken. Ja, ja, klopt. Ja. Vrolijk kerstfeest. Ja, dankjewel. Daar komt een takje aan. Ja hoor. Bedankt, cameraman, hè. Oh. Nou, dat is een heel bos meteen, hè. Als ik dit erin steek, ben ik eigenlijk gewoon klaar, hè. Wacht. Oh, nee. Nee, dat gaat hem toch niet worden. Ik ga eens aan de slag.
Welkom bij Erwin's kerststukjes maken. Nou ja, ik heb volgens mij geleerd dat je bloemen altijd schuin moet afsnijden. Dus ik had graag een mes. Een mes. Oh. Ja, hey, een mes. Wacht, ik ga dat even proberen. Volgens mij moet dat wel voorzichtig zijn. Altijd voorzichtig met messen. Schuin. Afsnijden. Ja, okay. Ik denk dat wat klopt zo. Oké, okay, dan doe ik dat zo erin. En die andere ook natuurlijk. Nou, weet je wat? Ik ga gewoon even aan de slag. Dat versnellen we even, anders duurt het uren. Hè? En dan zie je het eindresultaat zometeen. Kijk, ik heb assistentie hier. Wie ben je? Kevin, hè? Ja. Ja, Kevin doet even mijn audio. Hè? Dan kan ik gewoon gaan. Het gaat goed, hè? Ja. Ja. Dat is super. Kevin, wat mis ik nou nog? Een stokje. Een stokje. Ja, een stokje, ja. Ja, zoiets, ja. En een bloembol. Ja. En natuurlijk de kerstballetjes, hè. Ja, dat moet je ook erin doen, de kerstballen. Dat zijn dit ook. Ja. Ja, ik denk, hè? Zo is het toch wel aangekleed, moet ik zeggen. Dit is gewoon de uitgroei. Dit is 2015, dit is 2014. Noem het moderne kunst. Bedankt. Ik ben benieuwd wat de rest ervan vindt eigenlijk. Dat ga ik eens even vragen. Nou. Hallo. Mag ik even vragen? Ja, natuurlijk. Die van jullie zien er zo mooi uit. Ja. Het lukt mij maar niet. Lukt het je niet? Nee, wat vindt u ervan? Je hebt ook maar een hele tak erin gezet. Hè? Dan moet je dus ook die kleine takjes gebruiken. Dan wordt het ook mooi. Nou, ik laat het aan jullie over. Ja. Hoeveel kosten ze? Mag ik ze kopen? Nee, niet te koop. Nee, jammer genoeg niet. U neemt ze zelf mee? Ik neem ze mee naar huis, ja. Voor een gezellige kerst. Zo is dat. Dan wens ik iedereen een gezellige kerst. Ja. En tot de volgende keer. Ja. Tot in 2015, hè? Zullen we zeggen. Dat valt je al een stuk eruit. Dat valt me al een stuk eruit. Nou, dat heb ik niet goed erin geduwd. Maar toch vind ik het wel kunstig gemaakt. Precies, daar houden we het op. Ja, tot de volgende keer.